in Ede populairder dan ooit. Dat ga je toch niet zo op de voorpagina zetten? Waarom niet? Scheiden is liefdesverdriet, dat is human interest, dat scoort toch altijd? Oh, kom op jongens, er is toch wel wat anders? Nee, komkommertijd. Goeiedag. Het enige interessante is dat jouw geliefde vandaag komt. Met die fotograaf. Voor jullie dan, redactiedagblad geldt. Hey, hallo, ik voel echt niks voor de jongen. Het is een lekker ding. Echt ideaal voor jou? Nee, voor mij voorlopig geen kerel. Het vrijgezellenleven bevalt me prima. Behalve als hij voor je staat. Maar er komt allemaal. Dat lichaam. Dat is niet normaal. Misschien moet ik hem gaan helpen in de doka. Hij is lekker. Wat ik bedoel te zeggen, je werkt hier nu net een maand. En om dan te gaan flirten op de werkvloer, dat lijkt me niet verstandig. Waar heeft u het over? Jurgen, Marion is een goede verslaggeefster. Ik wil niet dat je haar pijn doet en dat haar werk eronder leidt. Hoef ik hier enige jaloezie? Nee, een constatering. En vergeet niet, je baan heb je aan mij te danken. Dan maakt u zich vooral geen zorgen over mijn werk. Dat wilde ik alleen maar horen. Marion, we gaan. Oh, gezellig. Om verslag te doen? Om verslag te doen, ja, van die vertelling. Wij gaan op zoek naar het Witte Wief. Ernstig ongeluk. Ik heb natuurlijk ook veel politici gefotografeerd. Dus op het Binnenhof de kabinetsleden. Laatst nog was Clinton in Nederland. Die heb ik er ook op staan. Ken jij die foto van Erika Terpstra, dat ze haar partijleider een zoen geeft? Die foto die heb ik ook gemaakt. En wat komt zo'n goede fotograaf bij onze krant doen? Nou, ik was het niet helemaal eens met het beleid. Toen ben ik hier terechtgekomen. Betekent dat ontslag gekregen? Zoiets, ja. Oh, dat is dullig voor je. Volgens mij ziet die baas van jou je wel zitten. Jaloers? Dat zei ik ook tegen. Luister, ik heb veel respect voor hem en hij waardeert mijn werk. Goed, we gaan beginnen. Dames en heren, aan het eind van deze lange laan ligt huize Kernhem. En vanuit dat huis kijkt men op deze heuvel met de bloedsteen. Ja, dit is geen gewone steen. Als u hier vannacht terugkomt, dan is het volle maan. En wie voor de duivel nog niet bang is, kan dan hier met een speld in prikken. En er zal bloed uit de steen komen. Hoe dat kan, dat weet niemand. Ja, misschien heeft het iets te maken met het Witte Wief. Ja. Ze leefden in een tijd dat op de plaats van huize Kernhem nog een kasteel stond. Ze was de dochter van de zevende kasteelheer. Dat was een mooie, jonge vrouw met allure. Met een zachte huid, heldere, sprekende ogen en lange, blonde haar.
vanmiddag mee. Met je grote broer straks mee in de strijd? Nee. Daar ben je nog veel te klein voor. Maar ik wil meevechten. Er zijn veel leukere dingen in het leven dan vechten. Die vervloekte stedelingen. Het enige wat ze willen is macht. Ze spelen ieder tegen elkaar uit. Dag, vader. Dag, liefste. U heeft mij laten roepen? Dit wordt een heel bijzondere dag voor je. Kom maar eens mee naar het raam. Kijk, Johan van Arnhem, daar bij dat paard. Kijk maar goed naar hem. Oh, ho, oh, mijne! Ho! Oh. Rustig! Hij is rijk en hij heeft ontzettend veel macht. Wat wilt u, vader? Hij is je toekomstige man. Maar vader... Dit is het beste voor je. Ik vind het een vreselijke man. Ik wil er niets meer over horen. Mijn leven lang... Mijn leven lang hou ik al... Van die vlierenfluiter, die domme blonde gans. Hij is mijn alles. Ach, je kent hem niet eens. En Johan wel. Ik heb nooit de kans gekregen om hem te leren kennen. Maak het toch niet zo moeilijk? Niet zo moeilijk. Het is mijn leven waarover u praat. Je bent niet zonder mij. Je hebt het prachtige leven aan mij te danken. Ik heb je altijd alles gegeven. Beloof me dat je niet met hem zult trouwen. Stel me niet teleur. Beloof me dat je niet met hem zult trouwen. Zoals u wilt.